Zien jullie dat? Die rook, die vervuiling, de dieren die doodgaan aan afval, het klimaat dat verandert door de energieverspilling en CO2-uitstoot? Flink balen dat die ouders van ons het zo aan het verprutsen zijn. Wij willen toch ook nog een beetje natuur als we ouder zijn, frisse lucht om in te ademen en geen overstromingen. Kom op dan, daar gaan we wat aan doen. Oké, ja, natuurlijk, oké. Maar even eerlijk, jij hebt toch ook wel eens iets fout gedaan? Nee hoor. Nee, echt niet. Echt niet? Ja, heel vroeger misschien. Toen ik klein was, toen gebruikte ik wel veel water. Alleen al 50 liter om te douchen. Dat is gewoon een kwart kubieke meter gas. Dat is echt absurd. Maar wij hadden vroeger enkel glas. Dat is wel erg verspillend, ja. We weten nu wel beter, toch? Dubbelglas is zo passé. Wij zijn direct overgegaan op trippelglas. Ik zei dus tegen mijn vader dat hij een waterbesparende douchekop moest kopen. Ja, maar is dat alles dan? Dat klinkt allemaal nog zo normaal. 400 euro per jaar, alleen door die douchekop. Vloer- en dakisolatie. Spouwmuurisolatie. Met een RC-waarde van 7.0 en een RPC van 0.5. Ik heb mijn hamsterkoordje. Je weet wel, dat rat waar die de hele dag in rondrent. Dat heb ik aangesloten aan elektriciteit. Mijn vader rijdt in een Tesla Model S, elektrisch natuurlijk. Draven jullie nu niet een beetje door? Nee hoor. Echt niet? Nee, we kunnen echt nog veel meer verzinnen hoor. En dat is ook hard nodig. Oké, cool. Dan gaan we jullie daarbij helpen, toch? Ja! Zodat we de problemen samen weer oplossen. Yeah! Doe jij met jouw klas dus mee met de Energy Battle 030? Alsjeblieft. Please! Please! Please!